Een hele goede morgen vanaf het station van Hamond. Het is net 7:30 geweest op dinsdag 26 juli. Een dagje met Go Unlimited door België heen. Hamond is het eindpunt van de Belgische treinverbinding, maar niet van de spoorlijn. Die loopt hier nog door naar Weert. De bovenleiding hangt hier ook tot aan de grens. En daarna zegt ProRail van ja, we doen niks. Dus de Belgische trein kan niet doorrijden naar Weert. Dus ja, het is natuurlijk zomervakantie in België. Dus hier vertrekt weer zo'n obscure één keer per dag rijden de Kustexpress. En deze moet een hele aparte treinsamenstelling hebben. Die komt er zo aan. Dagje Go Unlimited dus. Heel veel kijkplezier. De jong knap meisje wat lekkere wafeltjes te koop. Lekker warm. Lekker. Normaal gesproken rijden vanaf Hamond één keer per uur een intercitytrein naar Antwerpen toe. Nou, deze trein niet. Dit is een afwijkende trein. Dit is ook een bijzondere samenstelling met deze rijtuigen hier. Die zie je ook niet zo heel vaak. Dit is de één keer per dag rijdende toeristentrein, een kustexpress naar Blankenbergen. Hoe comfortabel een tweede klasrijtuig voor de E10 ook is, er is één treintje wat nog comfortabeler is. En die zit toevallig in deze samenstelling. Kijk, een M4 stuurstand eerste klasse. Dus ik heb eventjes een klasverhoging gekocht. Die zijn ook door de weekse dagen wel een stuk prijziger als in het weekend. Vertrokken uit Hamond, de hele M4 eerste klas voor mezelf. Super ideaal, dit lekker comfortabel reizen dit. Met deze trein gaan we naar Gent-Sint-Pieters. Enjoy! Station Overpelt. Volgens mij is onze trein een beetje lang. We komen bijna aan in Gent. Even over het comfort van deze trein. Kijk hoe zacht dit is. Kijk, plus. Dit is super comfortabel zo'n M4 rijtuig. Ik vind het echt heerlijk. Aangekomen op Gent-Sint-Pieters. Gent dus, what to do? Ik heb nog nooit de binnenstad van Gent te zien en dat schijnt super mooi te zijn en nog nooit de tram van Gent gedaan, dus lijkt me dat we dat gaan doen. Gelijk maar eventjes een dagpasje gekocht voor heel Vlaanderen. Een dagkaartje kost 7,50 euro, want dan komen we later vandaag ook nog in Antwerpen en daarvoor is het dagpasje dan weer handig. Met de tram door de Gentse binnenstad is inderdaad erg mooi. Alleen een beetje jammer dat die de lijnhermelijntjes een beetje afgetrapt zijn. Vanaf hier Gent-Zuid gaat nog een brute buslijn. Was op zoek naar de dienstregeling van de 4 keer per dag rijden de bus naar Middelburg in Nederland. Maar daar hangt nergens een dienstregeling. Dus die mag het hier uitzoeken op dit gigantische busstation. Besteling tram. Het valt me wel op dat de binnenstad van Gent een enorm moment van het station af ligt. Dus je moet sowieso met het OV met de bus bijvoorbeeld. En het begint nu gigantisch te regenen, dus ik ga gauw het station in. Wat een soort die verbouwing van Gent, Sint-Pieters. Daar zijn ze ook al meer dan 10 jaar mee bezig. In de tunnel zit wel een of ander jong knap meisje wat lekkere wafeltjes verkoopt. Lekker warm, lekker. Ik zie je bij de roltrappen. Maar vaak niet wie ik zeg, je moet niet in mijn roltrappen. Ik heb menig trein gedaan tussen Gent en Brussel. Die gaan normaal gesproken allemaal over een soort semi-hoge snelheidstrein naar de Kaarslechte Rijn, rechtstreeks naar Brussel. Deze niet. Deze gaat via allemaal kleine kutstationnetjes. Dus gaan met deze intercity naar Brussel.
moment wanneer je zonnebril tegen de vloer kapot knijtert. Prima, maar zo'n hagelnieuwe M7 met een motorwagentje kan ik echt niet weerstaan. Op naar Brussel. In mijn blik fris die opdrap. Oh, wat een mokkeltjestempo. Klein technisch probleempje, staan wij momenteel eventjes stil. Afbraak van de M7. We komen aan op Brussel-Zuid met een vertraging. De trein die ik wou nemen naar Antwerpen is dus al weg. En de volgende trein naar Antwerpen is volgens mij los op deze rook. Spoorverandering. De S10-trein naar Tenderleeuw. Mooi, die aansluit de trein zelf ook te laat. Gepland was dit een dubbele stam M6, maar ik vind het M4 zeker niet verkeerd. Met deze trein gaan we naar Antwerpen Centraal. Met een vertraging van 23 minuten aangekomen op Antwerpen Centraal. Wat een tyfuszooi dat mijn zonnebril aan diggelen is. Nu kunnen jullie wallen, nou ja, wallen, vuilniszakken onder mijn ogen zien. En als ik nu nog geen diabetes heb, dan weet ik het ook niet meer. Hoezo is er nou weer hier een bordeel voor brandslangen? Niks! Hier, kijk, de Antwerpse transtram. Maar! Dit is wel echt het meest verschrikkelijke metrostation ooit. Wat brut, ik kom al 200.000 jaar in Antwerpen, dat is pas voor het eerst dat ik een PCC-trim heb gehad. 2 seconds later. En nu gaan we op zoek naar een lekker eettentje. Papa, geef een pak slag met je vrachtwagen. Want in de volgende vlog gaan we naar Truckstar. Oeh, dit ziet er wel lekker uit. Ja, dan krijg je zo'n bon voor alleen maar nummertje 1. Are you vegan yet? Are you vegan? Welcome back to another Belgian food review. En vandaag zitten we bij de Burger King hier in Antwerpen. En moet je kijken. Black anus burger. Ja, zwarte anus. Ik vind dat helemaal geweldig. Dat is een beste unit, lijkt mij. Dit zijn patatten. Vlaamse frettekjes. En eieringen. En natuurlijk een Ascot pilsje erbij. Ik ben er helemaal klaar mee. Die Burger King die was al oké. Toch liever de volgende keer naar een fatsoenlijke burger toko. We gaan nu weer met de tram naar het Centraal Station. De tas is gevuld met Belgisch bier en is het wachten op de trein richting de auto. Julian, de neuks zijn dit nou weer voor een rijtuig. Dit is een rijtuig van het type M5. Die heb je nog niet eerder gezien in mijn vlog. Ik heb trouwens 1 keer eerder ingezeten, dus ja, moi. Vergelijk maar met DDR wat vroeger in Nederland rondreed. We hebben vandaag alleen maar obscure treinen gehad. M4, M7, want het rijdt al niet zo heel veel en het is M5. Deze Intercity nemen we naar Hamond. In mijn blik frist die om. Trouwens, wat een bruut kleurtje dat goud. Damn, wat een uitstap.
Hamond is het enige bestemming voor deze reis. Kijk, de trein en de auto vlak naast elkaar. Dat kan nergens anders wat. Ik moet nog 2 uurtjes naar huis rijden, maar een vlog en auto rijden bij elkaar, dat lijkt me niet zo heel handig. Dus ik sluit de video weer af. Vond je het leuk? Duimpje via omhoog achterlaten. Wil je meer van dit soort content zien? Abonneer hieronder op mijn kanaal. Graag tot de volgende keer. Later en addict.